Kelvin McIntosh, morgen de wedstrijd uit naar Telstar. Voor supporters is dat natuurlijk vaak een speciaal uitje. Geldt dat voor spelers ook zo? Een speciaal uitje, hoe bedoel je dat dan? Nou ja, het is toch een cultclub, een mooie club. Ja. Ik denk dat het voor ons gewoon een wedstrijd als iedere andere is. Waar we gewoon de punten moeten halen. En ik denk dat het gewoon mogelijk is als we 100% geven met z'n allen. Jij hebt daar natuurlijk wel een verleden. Heb je nog contacten met jongens vandaar? Nee, niet echt. Ik heb wel met Corpus ook gespeeld natuurlijk. Die speelde nog steeds. En ik heb daar een mooie tijd gehad. Het is ook een hele leuke club om te spelen. Er zit niet veel druk op, denk ik daar. Maar dat kan goed of verkeerd uitpakken voor beide kanten. Want ja, als je geen druk hebt, kan je gewoon vrij uitspelen. Dat kan ook voor ons gevaarlijk zijn. Dus wij moeten gewoon naar onszelf kijken en heel scherp zijn. Ja, want het is wel weer een kans om een directe concurrent op achterstand te zetten. Ja, precies. Ze hebben goede resultaten behaald de afgelopen wedstrijden. Volgens mij staan ze 1 puntje boven ons. Alle reden voor ons om de 3 punten te pakken voor daar morgen. Ja. Nou had Henk het er al over, de aanloop naar de wedstrijd is in ieder geval goed. Een goede trainingsweek achter de rug gehad. Hoe vind jij dat het gaat binnen de selectie? Ja, goed. We trainen goed. Ik moet zeggen, de wedstrijden, we hebben dan 2 keer verloren van de 4 wedstrijden. Maar ja, dat waren gewoon lastige wedstrijden waar we ook gewoon goed hebben gespeeld. Dus ik denk dat we gewoon er goed voor staan. Ik denk dat dit een test is om aan te haken of af te haken voor nu. Ja. En nou sta je zelf natuurlijk centraal. Je bent weer wat lekker aan het indribbelen, zie ik regelmatig gebeuren. Je zit er lekker in, of niet? Jawel, dat is goed. Maar dat moet je vasthouden natuurlijk. En het seizoen is lang, dus er zullen ongetwijfeld ook wedstrijden komen waar het minder gaat. Met mij of met het team, dat hoop je niet natuurlijk. Maar we moeten zo stabiel mogelijk proberen te blijven. En dan moet het goed kunnen komen. Ja. Nou zit Henk natuurlijk zelf weer op de bank morgen. Afgelopen week heb je het met Sander en de staf mogen doen. Hoe was dat? Ja, je merkt het niet echt. Ja, natuurlijk in de besprekingen staat Sander dan voor de ploeg. Maar dat is allemaal heel vertrouwd en allemaal heel goed. Dus in het veld merk je het sowieso niet. Dan ben je gewoon bezig met de wedstrijd. Maar het is meer voor de buitenwereld, denk ik, dat het interessanter is. Ja. Dan heb je natuurlijk al een lastig schema gehad met lastige tegenstanders. Nu Telstar uit. Is dat op papier makkelijker, denk je? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat sowieso in deze competitie iedere tegenstander lastig is. Je moet sowieso 100% geven en dan kunnen wij iedereen verslaan. Mocht dat niet zo zijn, dan kan iedereen ook van ons winnen. Dus ik denk niet dat er sprake is van lastige tegenstanders. Nee, nou is traditioneel is Telstar denk ik altijd lastig. Wat is dat dit jaar eigenlijk voor ploeg? Wat we hebben gezien op beelden is dat ze verschillende systemen spelen in een wedstrijd. Dat kan lastig zijn voor ons, maar dat kan ook een voordeel zijn. En ik denk dat wij gewoon moeten kijken naar onszelf. En als wij zelf goed zijn, als we zelf 100% geven, dan denk ik dat wij kunnen winnen.